Banjo Town. Yo mensen van Banjo Town, welkom terug bij een nieuwe dinsdagtip op de dinsdag op Banjo Town. We hebben het weer gedaan hoor. Ja, en we hebben vandaag iets heel erg speciaals, namelijk een magnetisch putty. Nano putty. Nano putty. Geen nano pussy, maar een nano putty. Oh, je hebt hem gelijk opengemaakt. Ze hebben ook echt opengemaakt. Ja, waarom niet? De dinsdagtip. Het is Wow, het ziet er een beetje uit. Is dit een magneet? Kijk, dit is... Eigenlijk volgens mij is het een soort van slijm. Ja, maar het is magnetisch. Klei, maar het is inderdaad magnetisch. Ja, kijk, dus hier. We kunnen deze magneet... Oh, hij is nog best wel... Ik wil het ook eigenlijk niet eruit halen. Zat er nog iets op de doos of zo? Maak het niet open. Er staat bounce in. Oké. Squeeze it, mold it, tear it, pop it, stretch it. Bounce it, squeeze it, mold it, tear it, pop it, stretch it, bounce it. Oké. Ja, het is een beetje kleverig, hè? Warning, this is not a toy. Keep it. Oh. Stuit het echt? Do not put in nose or mouth. Ah, man. Alleen je hele handen zitten om, moet je zien. Ik zou het niet aanzetten. Je hebt het niet in je handen gedaan. Seek immediate medical attention if magnets are swallowed or inhaled. Ja, dat lijkt me wel logisch. Dankjewel voor het kijken. Ja, wat kunnen we ermee? Ja, ik weet niet. Ja, je kan er dus iets van maken, maar je kunt deze niet gewoon insteken of zo. Je kan er figuurtjes mee maken of zo. Wat is het voor geluid? Maar dit is het. Dit is magneet. Kan je met elkaar halen of niet? Rick, hoe werkt dit? Jij bent een wetenschapper. Oh man, ik heb met elkaar gehaald. Heel naar dit. Oh, what the fuck? Ik voel me ook echt een kind. Dit is... Oh man, dit is echt chemisch. Tot het maximum. Oké, ja, wat kan je hier nog over vertellen? Het is gewoon een soort van klei. Het is een beetje... It's a me, Mr. Mario. Het voelt een beetje als... hoe kan je het beste zeggen? Van die... plakspul, zeg maar, waarmee je posters ophangt, weet je wel? Oké, het is een piemel. Maak er een piemel van! Ja! Yeah! Een piemel van! Woehoe! Oh, ik werd geswaffeld. Godzang. Ja, wat moeten we hier nou nog over zeggen dan? Een soort van nutteloze substantie. Waar koop je dit? Even. Online natuurlijk. Jij hebt het besteld. Ja, online. Kijk, nu is het een trolletje. Tada! Nee joh, ja, weet je wat het is? Je kan niet heel veel. Jij krijgt de helft, krijg ik deze helft. Oké. Okay. Oh. Het wordt ook steeds kleiner elke keer als het afbreekt. Het mooie is, als je kleine stukjes achterlaat, dan kun je gewoon met je magneet... Een kun je het oppakken? Volledig op je telefoon. Oh, het klakte! Magie. Je vindt het bakje leuker dan de gum? De gummy? Niet dan? Mooi, ik vind het... Op zich, hoe lang ik ermee speel, hoe leuker het wordt eigenlijk. Dit is ook echt alleen maar leuk voor 5 minuten even mee spelen. Ja, de ledlicht erbij halen of zo dan. Oké. We zitten, ik ben klaar mee. Ik heb er geen zin meer in. Wow. Rustig aan, jongen. Het is gewoon een fashion statement. Het is gewoon een fashion statement. Echt, ik voel langzaam het bloed uit mijn nek gaan. Nee. Yes. Oh, kut, het zit niet. Godverdomme. Oh, het zit aan mijn nekhaar. Ik wil niet meer, mama. Ik moet er die stio nog een beetje. Hier is het ook nog een beetje. Oh, die is ook weg. Ja, ik haal het allemaal weg. Je hebt het gewoon meer erop, of niet? Hè? Je hebt gewoon meer erop gedaan. Hè? Nee, ik zou het niet durven. Gadver, het is echt heel naar. Het gekleefd. Het uiterd. Kijk uit je gezicht. Saves by Thomas. Zet in mijn haar! Wie heeft dat nou weer gedaan? Hier. Wow, het werkt! Het werkt serieus! Ja? Kom eens. Nou, dat was de magnetische putty. Ja. Hartstikke leuk. Leuk man. Echt voor thuisgebruik. Ja. Kleine kinderen en shit. Doe het snel weg. Als je verveelt, dan kan je dit kopen. Dan vermaak je 5 minuten. Ja, als je van die kleine stukjes maakt en dan gewoon door de kamer gewoon neerspreidt. En dan met de magneet gaat opzoeken of zo, weet je wel. Ja. Hartstikke leuk. Ik ga weer naar huis. Doei! I'm going to go to the next one.